Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik was aan het schoonmaken en toen kreeg ik opeens een pakketje. En dat is dit pakketje van Kiko. Met een collectie van Lost en Amalfi, waar ik dus helemaal gek op was. Waarvan ik de Lip Liner helemaal heb opgekocht. Dus toen kreeg ik die en toen had ik gelijk gewoon zin om mezelf op te maken. Dus dat is wat ik precies heb gedaan. Ik moet nu even naar de supermarkt. Want ik moet nog even schoonmaakdoekjes halen, want die zijn op. En dan ga ik eigenlijk gewoon verder met schoonmaken. Ik krijg vandaag bezoek. Emily komt hier en we hebben een spelletjesnight. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga even lekker het huis schoonmaken. En daarna ga ik even snacks halen voor vanavond. Mezelf klaarmaken. Dat is een beetje de planning van vandaag. Zo, ik ben net terug van de appie. Ik heb hieronder al mijn schoonmaakshirtje aan. En ik noem het een schoonmaakshirtje omdat er al vlekken op zitten. Zie je? Het zijn van die bleekvlekken die er nooit meer uitgaan. Dus het is mijn schoonmaakshirtje nu. Ik heb al snacks. Even dit alvast gehaald. En straks even naar de Turk. Voor zonnepitten en zo. Ik heb kaarsen gehaald. En ik vind deze geur zo lekker. Die Oud Wood. Echt zo lekker sterk. En even een aansteker. Schoonmaakdoekjes. En cola blikjes ook voor vanavond. Dit ook voor vanavond, chocolade kruidnoten. En dit is mijn ontbijt van de dag. Oh, mijn tijd is natuurlijk echt heel veel in. Maar ik wil vooral echt even snel iets halen. Wat ik even snel kon eten om energie te geven. Zodat ik daarna gewoon gelijk aan de slag kan. Daar gaan we weer. Ik heb vandaag ook expres even de tv niet aangedaan. Ik wil even lekker rustig opstarten. Weet je hoe erg ik het eigenlijk haat? Om mezelf te zien eten op beeld. Ik vind het echt zo lelijk. Vanochtend ben ik dus begonnen met overal gewoon grondig stofzuigen. Het was een hele klus. En nu ga ik denk ik starten met de keuken. Gewoon even deze kant. De keuken helemaal schoonmaken. Daarna die kant. En dan even hier snel dweilen. Wc. Badkamer. Oh, pas op hè. Pas op, Dina. Ga weg. En nu gaan we dit aanpakken. Het valt echt wel mee, maar ik wil het even uitpakken en weer inruimen wat hier allemaal op staat. Even goed reinigen. De kastjes een beetje schoonmaken. Of niet, Lira? Ja. Zo, de vaat is klaar. Nu alles een beetje grondig schoonmaken. Echt, de laatste tijd word ik echt zo rustig van schoonmaken. Vooral het gevoel, zeg maar, daarna dat alles gewoon zo lekker schoon is. Dat ik gewoon lekker kan zitten. Vind ik echt zo chill. Ik wil trouwens afvragen hoe het koffieapparaat mij bevalt. Ik vind hem echt heel goed. Het is echt een aanrader. En ik vind hem ook echt heel mooi staan. Nu zie je de kleur echt heel goed. Ik ben er wel echt blij mee. Zo, ik ben alweer bezig met de tweede was op te hangen. Ik ben echt een beetje obsessief geworden met mijn kleren wassen. Echt. Ik draag echt alles letterlijk maar één keer. Dus ik moet echt wel vaker wassen. Maar dat doe ik echt gewoon voor nu even heel strikt. En ik ben trouwens heel tevreden met de zeepje wasmiddel. Ik laat je even zo zien. Deze. Echt heel tevreden mee. Wel echt heel prijzig. Dus ik heb hem gescoord in de sale. Toen hij in actie was. Maar ik weet niet of ik, ja. Ik denk dat ik hem vanaf nu gewoon insla tijdens acties. Zo, tijd om te dweilen. Ik ben altijd heel erg blij als ik mag dweilen, want dan betekent dat ik gewoon bijna klaar ben. Dus gewoon echt de laatste stap in huis. Zo, ik ben klaar met schoonmaken. Het duurde wel echt
veel langer dan normaal. Normaal gesproken, als ik echt een grote schoonmaak doe, dan doe ik het samen met Nessie. Maar dan zijn we eigenlijk binnen een uurtje wel klaar of zo meestal. Maar ik denk dat ik wel echt minimaal 2 uurtjes erover heb gedaan. En ja, ik ben eindelijk klaar. Ik moet nu nog naar de Turk. En ik heb eigenlijk helemaal niet meer zo lang. Dus ik ga me even snel omkleden en dan zie ik jullie even zo. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik dacht, ik wacht even op Nessie, want die is over een half uurtje thuis. Maar om dan samen even naar de Turk te gaan, dacht ik, ja, dan ben ik al lang eigenlijk weer terug. Dus ik ga liever even zelf gewoon heen en weer. Ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn nieuwe trui aan van Naked. Deze is echt zo chill, guys. Echt, ik hou echt van deze trui. Met een broek van de Bershka. En die is van onder een beetje wijd. Dan doe ik deze laarzen onder, ook van Naked. Even zonnepitten halen. Daarvoor ga ik eigenlijk naar de Turk om zonnepitten te halen. Ik ben klaar. Ik heb mijn zonnepitten, maar dat is ook echt het enige wat ik heb gescoord. Want voor de rest vond ik echt... Ja, ik vond niks lekker eigenlijk. Hoi Nini, waar ben jij? Ja, maar ik ga in onze nieuwe huis chillen. Ik wil daar zijn vanavond. Zullen we even snel ergens eten? Dat dacht ik het beste, want ik heb ook nog niet gegeten. Oh ja, dat gaan we eten. Even snel om de hoekie. Even naar Alfanos? Ja. Ja, maar ben je nu thuis? Bijna. Ik heb alleen die zonnepitten gescoord. Voor de rest had hij helemaal niks. Oké. Wat wil je bij Alfanos afspreken? Dan rijd ik door of wil je naar huis? Ik kom wel eerst naar huis, want ik heb bijna geen tank. Zo te zien heb je helemaal niet getankt voor mij. Ik ben blij dat ik huis haal. Jij hebt ook niet getankt voor mij. Ik heb ook geen tank. Ja, maar dat was nog vol. Ah, man, kwart. Ha. Jouw ja, kan heel lang rijden met kwart. Je had gewoon letterlijk 10 kilometer of zo op mijn tellen. Jalla, tot straks. Ik heb honger. Oh my god, ik ben met Nessie. Ja. Ik heb je zo erg gemist. Ik ben echt gemist of nep gemist? Ja, echt, maar ik ben wel heel moe. Oh, je wordt heel koud. Jezus. School maken. Heel koud. Vandaag een hele drukke dag. Ja. Oh, je werkt lekker. Dankjewel, het is mijn neppe parfum met Turkije. Oh, mijn jongen zwaait, zag je dat? Ja. Nee, volgens mij denkt ze dat je zwaait omdat je een camera hebt. We zijn bij Elfanos. Ik ben heel blij dat je er bent, wist je dat? Waarom? Ik was gewoon vandaag alleen en zo. Oh, ik was vandaag heel druk. Ik heb niet echt iets warm. Maar ik was ook druk, maar gewoon niet leuk druk. Ja, ik was wel leuk druk. Dat vind ik niet leuk, hè, zo. Ik was een heel leuke druk. En morgen? Ik stel hier altijd een theekan, die is zo lekker. Oh ja. Mijn volgers, kennen jullie haar? Wie is het? Als jullie haar... Nee, Nest. Oeh, dat mag echt niet. Ik wou net zeggen, als jullie haar niet kennen, is echt schandalig. Dit is echt sorry, een icoon. Maar, ja, hallo. Ibrahim Tatlis. Ja? Ja, wie is dat dan? Dit is Amr Diab. Jij bent echt lelijk, man. Dus je hebt hier zeg maar allemaal bekende artiesten met deze schaap. Is dit een bekende schaap of zo? Wie is dit? Weet ik veel. The usual rijst met bonen van mij, falafel van Nessie, hummus, tapola. En that's it. Wij zijn weer back en wij gaan nu naar Albert Heijn samen voor de laatste snacks, want we zijn ready voor de... Chilling night. Game night. Hebben wij 30 seconds nog? 30? Oh, maar die kan je niet spelen met 3 man. 30 seconds? 30! 30! Next of the night! Doritos. We hebben van die biggetjes. Maar dit zijn de suikerbewuste versie. Met 30% minder suiker. We hebben chocoladekruidnoten. We hebben ijsjes, magnums. White chocolate cookies. Dit is echt zo gevaarlijk. En we hebben nog gebak. Want ja, we hebben wat te vieren. Whatever, het is echt zo lekker. Oh, ik heb me even omgekleed. Ik heb even lekker iets chills aangedaan. Gewoon zo'n pyjama truitje. En ik heb even jogging onder gedaan. Dan kan ik gewoon lekker relaxed gamen. Wij gaan Uno spelen. Oké, en zij heeft nog kaarten mee. Ik ga alvast thee maken. Even de snacks hierin gedaan. Nu even deze kaars aansteken. Voor een beetje sfeer, hè baby. Kijk, gelijk een heel ander sfeertje. Nog even de laatste hierin. Super mooi. We gaan nu welkomstfeestje van M&A zien. Welkomstfeestje van M&A zien. Zes, jongens. Kom, ik leg jullie even hier neer. Wacht even kijken.
Als ze er is, ja? Ja. Wat doen we dan? Wat zeggen we dan? Doe ik hem open doen. Welkomstfeestje van Spijs. Zo kinderachtig zijn wij. Kijk wanneer ze komt. Ik moet gewoon plassen door jou. Welkomstfeestje van Welkomstfeestje van EWD. Hallo, alles goed? Ik ben benieuwd of wij nu Love Island kijken. En kijk eens wat we nu gaan doen. Wij gaan hier waterflesjes gaan we even bestellen met onze namen erop. Ik vind dat echt zo leuk. Oh. Heb je het al besteld? Nee, nog niet. Ik heb mijn fles al besteld, die van haar ik niet. Dezelfde kaart hebben en dan moet je je hand hierop zetten. En dat weten we toch? Nee, ik weet het niet meer. Oh. Hij wist niet meer. Ik wist het niet meer. Zijn we klaar voor? Ja. Je moet gewoon draaien. En dan hoef je het allemaal als je het hebt nog even. Wacht. Je moet zo doen en dan die laatste hand. Oh ja, ja, dat was dan 1. Ja. Oh. Je hebt niet 1. Ik moet het nog af, shit. Je bent 1 keer telt niet mee. Ja. Maar zijn ze irritant scherp altijd? Zijn net niet eens op de kaart, zijn net eerst op de hand. Oké, ik heb 1. Oh, ja? Okay. We zijn net in die meetup. Oh, die telt niet. Oké, okay, ik telt niet, telt niet. Nee, telt niet. Oké, wat moet ik dan doen? Moet ik uitdelen? Gewoon 4-4-4? Ja. Oh, het gaat niet goed. Iemand moet veranderen. Ja. Want we draaien met hetzelfde. Jij bent gewoon langzaam. Oh shit. Oh. Het gaat niet goed. Oh, het gaat echt niet goed. Nu is het echt spannend. Iedereen is het één. Wat is dat? Dat ging zo langzaam. Oké. Wacht. Waarom zeg je wacht? Ja! Ik ben echt zo zo. Ik ben echt zo. Ja, weet je wat is? Dat ding is helemaal. Ik moet helemaal zo. Ja. Nu komt met de smoesjes. Totdat ik zo. Ik ben het echt pijn. Oh man. Eigenlijk moeten we zo'n masker op met zo'n ezel. Dan die ging niet eens in de avond dat avond. Emine is net weg. Was echt heel gezellig. We hebben lekker gespeeld, gesnackt. En Nesim gaat nu lekker PlayStationen. Ik ga even mijn pyjama broek even aandoen. En dan ga ik lekker ook op de bank.